Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, intensiveren economische betrekking met CARICOM-lidstaten, prioriteit voor Suriname. Regering verheugd over belangrijke olie- en gasontdekking. President Santokki onderstreept belang rehabilitatie Saramaka-kanaal. Infrastructuur, landbouwgebieden Saramaka wordt aangepakt. Stichting Beter Wonen Morgenstond krijgt herstelde kolkenzuiger in Bruikleen. Opheffen uitgangsverbod, geen vrijbrief tot feesten. Het is prioriteit voor Suriname om de economische betrekkingen met de CARICOM-lidstaten te intensiveren. Dit zei president Chandrika Persat Santokki op maandag 21 februari in een virtuele bijdrage tijdens de tussentijdse CARICOM-staatshoofdenvergadering. De regeringsleider acht het van belang dat de CARICOM Single Market and Economy haar eigen inkomsten genereert. Tijdens deze virtuele meeting stonden namelijk de implementatie van de CSME en het bevorderen van de agri-food systemen op de agenda. President Santokki benadrukte dat er slimmere manieren gevonden moeten worden om inkomsten te genereren. Het Surinaamse staatshoofd is voorstander van de implementatie van het vrije verkeer van goederen en personen. Hij merkte verder op dat de sanitaire en fytosanitaire regels voor import en export belangrijk zijn en opgevolgd dienen te worden. Ook constateert het staatshoofd een gebrek aan transparantie van regels. De nationale regels van de ene lidstaat mogen volgens hem geen belemmering vormen voor een andere exporterende lidstaat. De regering is verheugd over de meest recente olie- en gasfonds te blok 58 in het offshore gebied, bekend als Krabdagu 1. Deze ontwikkeling wordt omschreven als een belangrijke nieuwe olie- en bijbehorend gasontdekking. Met de Final Investment Decision aan de horizon is de regering bijzonder positief gestemd. Deze fonds zal zeker een positieve impact hebben op de investeringsbeslissing die in de tweede helft van het jaar 2022 op agenda staat. De Final Investment Decision zal leidend zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van onze olie- en gassector. Het toekomstbeeld in deze sector is ook bijzonder hoopgevend. Na deze put gaat Total Energies namelijk verder met boren. Daarbovenop zal ook Apache in maart dit jaar starten met een exploratieput in blok 53. Verder start Shell in het tweede kwartaal van dit jaar met boringen in blok 42. De rehabilitatie van het Saramaka-kanaal is voor zowel de economische bedrijvigheid als ontwatering van Groot Paramaribo van enorm belang. Actoren betrokken bij dit project zijn op dinsdag 22 februari bij elkaar gekomen in de ballroom van Hotel Torarica. Tijdens de workshop Saramaka-kanaal System Rehabilitation Project heeft president Chandrika Persat Santokki het belang van dit project onderstreept. Het rehabilitatieproject van het Saramaka-kanaal, zo heet het project. Maar het is inderdaad veel meer. We hebben vandaag officiële launch gegeven, zeg maar theoretisch, van dit project. Dat al jaren voorbereid wordt. En afgelopen maanden zijn er ook heel wat activiteiten al geweest. Dus men is al begonnen met de uitvoering van het project. En het gaat om een aantal zaken. Eén is, er zullen... Laat me beginnen met het makkelijkste. Het Saramaka-kanaal zal uitgebaggerd worden, geprofileerd worden. Een tweede ding is, voor Groot Paramaribo en Wanica zal er een nieuwe ontwateringsplan worden gemaakt, een masterplan. Dat is nieuw. Je weet, de laatste masterplan was van Paramaribo alleen en dat was ongeveer 20 jaar terug. En nu wordt Wanica meegenomen. En een deel van Saramaka. En er worden ook oplossingsmodellen dan uitgewerkt, zodat wij als overheid weten waar we wat moeten doen.
En een derde is natuurlijk een stuk wetenschappelijk onderzoek dat erbij hoort om de juiste oplossingen te bedenken voor het ontwateringsprobleem. We mogen met z'n allen ook trots zijn dat we het masterplan voor ontwatering van Groot Paramaribo zullen updaten. Het is een belangrijke activiteit in het kader van de ruimtelijke ordening waar deze regering zich aan heeft gecommitteerd. De spin-offs van dit project zijn groot, omdat economische activiteiten op het gebied van onder andere industrie, landbouw en transport ongetwijfeld een boost zullen krijgen. Dat betekent dat is van bedrijven tot mensen die wonen, tot landbouwers, tot veeteelthouders die ook in het gebied wonen, die slachtoffer worden van wateroverlast, die moeten hun feedback geven. Er is een webpage gelaunched en we gaan dat verder bekendmaken hoor. Wat de dingen zijn om hun klachten door te geven, zodat het probleem met de ingenieurs goed in kaart kan worden gebracht. En hoe beter we weten waar de problemen zijn, hoe beter we ook weten wat voor oplossingen we moeten brengen. Het was funny dat ik in Nederland was bij een wetenschappelijk research center. En daar had men allerlei moderne apparaten en daar kon die wetenschapper precies aangeven. Suriname 2040, 1,5 meter water gestegen. In Suriname. That's reality. En dan kunnen we al die Vision 26 en al die mooie programma's uitvoeren, maar je bent hier in Paramaribo onder water. Dus het is een serieus probleem. Dat we dat moeten gaan aanpakken. Hoe pak je dat aan? Alleen met nationaal beleid. Ja. Dus ook internationaal moeten we maatregelen treffen op het gebied van mitigatie. Om te zorgen dat we als mensheid, als planeet nog kunnen survive. Infrastructuur van de landbouwgebieden in het district Saramaca wordt aangepakt. Op dinsdag 22 februari 2022 is hiervoor het startsein gegeven middels het ondertekenen van een contract tussen de aannemer en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De aannemer zal de landbouwgebieden weer begaanbaar maken voor de landbouwers. De ondertekening heeft plaatsgevonden tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de aannemer, Global Equipment NV. De bedoeling van dit contract is dat de aannemer weesmateriaal leveren voor het rehabiliteren van zandwegen van agrarische gebieden in Saramaca. Als ook het egaliseren en het reconditioneren van zandwegen. Waartoe moet de ondertekening die zojuist heeft plaatsgevonden leiden? Sowieso tot verbetering van infrastructuur en ik wil hierbij aangeven, met de aangetreden regens, de afgelopen periode hebben we alsmaar regen gehad, de wegen of, in de districten, in de landbouwgebieden, zijn enorm slecht. Jaren niet onderhouden. En in dat kader heb ik dan vorig jaar in december een gesprek gehad met minister LVV. Want wat er gebeurt, echter bestaat de indruk bij de samenleving dat alle wegen in het district vallen onder het commissariaat of onder de DC. En dat de DC dan moet inkomen als het gaat om onderhoud van zulke wegen. Maar dat is niet zo. De primaire wegen in het district vallen onder het ministerie van Openbare Werken. Daar heb ik het over de verharde wegen, de asfaltwegen. Verder heb je dan ook wegen van LVV-projecten. Die vallen dan onder het ministerie van LVV. En je hebt nog andere wegen die vallen onder het ministerie van ROS, regionale ontwikkeling en sport. En die gelden van onderhoud worden dan ook overgemaakt op de begrotingen van desbetreffende ministeries. Zo heb ik dan vorig jaar een gesprek gehad met minister LVV over wegen onderhoud van wegen van LVV-projecten. En toen had de minister voor fase 1 1000 kub wees toegezegd. En inderdaad, de ondertekening heeft dan net plaatsgevonden voor fase 1 1000 kub waste materiaal voor het beleggen, onderhouden van wegen van LVV-project. Het leveren van het waste materiaal zijn zeg maar over het heel district natuurlijk, maar in de LVV-verzorgingsgebieden. Je moet ook weten dat in de samenleving wij bij de informatieverschaffing wij daar ook daarover duidelijk moeten zijn. We hebben verzorgingsgebieden welke onder RO vallen, onder OE vallen en ook onder LVV. Men is er heel vaak, er gaat er gevoeglijk van uit dat in alle zandwegen, wanneer er zand geleverd wordt, dat het geval moet zijn.
Maar LVV staat primair verantwoordelijk voor de agrarische gebieden, waardoor wij bijvoorbeeld in de omgevingen Lapool, Maho, Tijgerkreek, wij dus dan in die wegen actief zullen zijn. Wij zullen dan niet in bebouwde omgevingen of woongebieden deze activiteiten verrichten, omdat die waarschijnlijk onder OE of RO vallen. Dus wij doen ook een beroep op de samenleving als er activiteiten uitgevoerd worden, er ook informatie ingewonnen wordt, om te weten onder welke ministerie het valt. En als er ook andere activiteiten nodig zijn, het onderhouden van lozingen of allerhande zaken, dat ook de samenleving een beroep doet op de relevante of de dichtstbijzijnde rayon of resortkantoren, dat ook die informatie ons toekomt, dat wij vooruit voorbereidingen plegen, dat ook die activiteiten voorbereid worden voor de uitvoering. De stichting Beter Wonen Morgenstond heeft een kalkenzuiger in bruikleen gekregen van het ministerie van Openbare Werken. De stichting had op eigen verzoek de machine die inactief was gerepareerd. Op zaterdag 19 februari tekende zij de leenovereenkomst met het eerder genoemde ministerie. Wij spraken buurtbewoner Rolf Verwij, tevens lid van Stichting Beter Wonen Morgenstond. Naar aanleiding van die wateroverlast hebben wij als directie aan tafel gezeten om te kijken wat gaan wij waar met welke middelen proberen op te lossen. En zo weet je dat we een aantal dingen in de openbare aanbesteding hebben gegooid om ook in elk district zichtbaar te zijn en wat te doen. Want het is leuk om alles in Paramaribo te zetten, maar dan gaat een ander district gillen. Dus we hebben een paar weken terug start zijn gegeven in Nikeri, waar er ook een structureel probleem is. Daar is een start zijn gegeven eigenlijk voor landelijk, waar we vanwege de begroting 2022 wat gaan doen aan ontwatering. Dus laat me u namens het ministerie van OW met de hele staf feliciteren, want dit is een gedurfde stap. Ik wens jullie veel succes. Als er andere initiatieven zijn, let me know. Maar laat dit een voorbeeld zijn, ook voor andere buurtresorten. Laat me je zeggen, er zijn andere buurtresorten die andere dingen doen. Ik heb gezien dat er buurten zijn waar men de eigen weg bezandt en gredert. Naar aanleiding van die flyers. Zo hebben we buurten die zelf maaien in hun project. Het zijn kleine buurtinitiatieven die heel goed werken. Dus het gaat goed. En waar de overheid echt zwaarwichtig moet inkomen, dat gaan we zeker doen. We zijn blij dat het initiatief wat vanuit de buurt komt, dat eigenlijk is geapprecieerd door het ministerie. En dat we eigenlijk zelf kunnen werken met ondersteuning van het ministerie aan in feite het ontwateren van Morgenstond. Wat eigenlijk al sinds jaar en dag een grote uitdaging is. Dus we zijn blij dat we eigenlijk met het heringebruik nemen van de kalkenzuiger, dat we ervoor kunnen zorgen dat we op eigen initiatief aan beter de droge voeten kunnen bewerkstelligen. Het traject hier naartoe is vele uren, vele avonden. Zoals u heeft gehoord, was het eigenlijk een kalkenzuiger die op de veiling stond. En er moest echt van alles aan gedaan worden. Van laswerken tot nieuwe pompen, tot nieuwe zuigslangen. Alles is gedaan. Eigenlijk is er heel veel manuren is er ingestoken om ervoor te zorgen dat we het in ieder geval weer in de operations fase kunnen krijgen. En dat is gelukkigerwijs is dat gelukt. Eigenlijk met de inzet van zeker een toffe kerngroep hier in Morgenstond. Wil je de problemen in de buurt oplossen, denk ik dat je de hand in eigen boezem moet steken in eerste instantie. Waarbij je niet moet onderschatten wat je als buurt met elkaar kan realiseren. We hebben het hier gezien dat je als je met z'n allen natuurlijk de handen bijeensteekt, dat het te doen is. En dan komt er uiteindelijk wel assistentie nodig, is er nodig vanuit het ministerie. Want als zij daar eigenlijk het voordeel hiervan niet hadden ingezien, hadden we nu ook geen project. Dus dat is ook wel belangrijk om te mentionen. Maar in eerste instantie denk ik dat de buurten veel kracht hebben intern. En dat moeten we denk ik met z'n allen meer gaan bundelen. Zodat we in ieder geval ervoor zorgen, wij leven ermee elke dag. En wij moeten ervoor zorgen dat we het kunnen oplossen in eerste instantie. Ingaande maandag 21 februari is het uitgangsverbod in Suriname opgeheven.
Hiertoe is overgegaan omdat het in stand houden van dit verbod geen additionele bijdrage levert aan de huidige ontwikkelingen binnen de vijfde COVID-19-golf. Dit betekent geenszins dat wij als samenleving de teugels moeten laten vieren. Het is dus geen vrijbrief tot feesten. Opheffen van het verbod geeft ons wel wat meer bewegingsvrijheid, zoals dat voor de intrede van COVID-19 het geval was. Echter, COVID-19 gaat niet meer weg. Dit houdt in dat wij nog altijd alert moeten zijn. Blijft u nog de geldende maatregelen, zoals het samenscholingsverbod, in acht nemen. Houdt u zich aan de Mohana-protocollen en kies voor vaccinatie. Sla vooral acht op de ouderen onder ons. De groep 65-plussers is namelijk het meest getroffen geworden in de vijfde golf. Ken en neem daarom uw verantwoordelijkheid naar uzelf en uw medemens toe. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.